Zita. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Dat zie je toch? Ja, je hebt een dikke buik, maar... Ja, maar luister eens. Gisteren met die sleutels. Hè? Ik heb uiteindelijk onze opslagruimte voor alle speelgoed en de snoepen gevonden. Maar ik ben daar een beetje blijven hangen. Ja, ik heb van die nieuwe snoepjes geproefd. En een beetje te veel. Oh, Zita. Maar goed, ik luister. Zijn er vraagjes vandaag? En luister, niet over snoepen. Niet over snoepen. Nee. De volgende is een van Len Segers. Len Segers. Ja, ken hem. Dat is ook een snoep. Ja. Is hij zo dik als u? Beetje dikker. Ja. En hij vraagt, waar slaapt het paard van Sinterklaas? Waar slaapt het paard van? Een beetje overal. Maar Lens toch? Ja, dankjewel voor uw vraagje. Trouwens, als er nog mensen zijn die een vraagje willen insturen, info@superpiet.be. Oh. En waar slaapt het paard van Sinterklaas? Bij ons in het paleis heeft hij een zeer mooie stal. In de stoomboot heeft hij ook een mooie stal. En wanneer we naar Vlaanderen en Nederland komen, ja, dan zorgen ze ook hier in het paleis voor een mooie stal. Ja, daar slaapt het in de stal, hè? Begrijp je het? Ja. Ik denk dat ik eens naar het toilet moet. Ja. Dat zou je ook wel. Ja. Goed, maar voordat ik naar het toilet ga, 4 december. Kuipken in Gent. Tegen dan moet mijn buik weer plat zijn. Want dan vieren we het feest van Sinterklaas met Bob de Bouwer. Die kan er misschien ook. Die heeft ook een dikke buik. Bob de Bouwer, heb je dat gezien? Ja.